Ja, vrienden, dit is Chef Privado. Dat is een restaurant. Ja, ergens hier aan de Costa Blanca. En de chef-kok hier, dat is Frank Nolet. Kijk, hier zie je hem. Kijk, dit is hem. Hey Frank, zegt ze. Hallo. Hallo, zegt Frank. Ja, Frank. En dit is een Belgiek, eerste klas. Ja, een verschrikkelijke Belg. En Frank, ja, Frank heeft ook nog eens een keer gevoetbald. En niet een beetje gevoetbald. Frank, zeg maar, waar heb je gespeeld? In Lokeren, AA Gent en Beerschot. Lokeren, AA Gent en Beerschot. Hey, horen jullie dat? Dat is potverdorie nog even niet niks, hè. Frank, vertel. Ja, het was een heel leuke periode. Ja. We hadden toen Nederlandse toppers in de Belgische competitie. Aha. Zoals Jan Mulder. Jan Mulder. Hier, kijk. En Frank is bezig hier met het toetje wat ik nog wil krijgen. Hier, wat is het toetje, Frank? Vertel. Het toetje is wedstrijd met een mascarpone passievruchten. Sorbet. Kijk, hij, die krijg ik nog. Hallo, ja, die Frank Nolet. Kijk, in Nederland kennen we hem waarschijnlijk niet, want we hebben het dat misschien niet gevolgd. Maar ja, luister, even Beerschot en Lokeren en Agent. Daar zit je toch niet bij de mensen ploeg, hoor wel. Nee, dat was echt een heel leuke periode, goede periode. Ja. Agent startte echt goed op. Ja. Loker was toen de topploeg met Preben Larsen en die periode met Lubanski. Preben Larsen, die kennen wij ook nog, ja. Ja, dat was echt een mooie periode. Ja. Ja. En wat voor middenvelder was jij dan? Was je een bijtertje, was je een vechtertje, ja, een knokkertje? Ik was een centrale middenvelder, knokkertje, bijtertje, zoals je ziet. Een bijtertje, daar heb je, dus kijk hier. Een stevig mannetje. Een stevig ventje, kijk hier, zie je hem, kijk hier. Kijk, dat is nou wat we noemen een stevig ventje. Ja, zo ziet hij eruit, kijk. En die is later kok geworden, want voetballen, daar was je mee klaar. Daar vond hij eigenlijk niet zo leuk meer. He, toch? En dat was mijn passie en daar zijn we voor. Koken, ja, koken was een passie en niet voetbal, hoeveel je niet. Ja. Is dat even bijzonder? Ja, dat is echt heel bijzonder. Heel bijzonder, ja. Kijk, en hier, kijk, hij heeft er al wat bij gelegd weer. Kijk hier, begint er al uit te zien hoor, het toetje, ja. Kijk, en daar gaat er gewoon mee door. Huppatee. Kijk. Jij speelde natuurlijk ook wel tegen Anderlecht natuurlijk, Frank, of niet? Ja, zeker. En dat periode, mijn beginperiode was dat met Jan Mulder. Kijk, ik ken Jan. Hallo Jan. En ja, nou ja, vertel mij over Jan Mulder. Ja, Jan Mulder was een hele stevige, goede, snelle voetballer. Ja. En ja, dat was hij zeker. Ja. Aardgevaarlijk voor het doel. Ja. En ook een toffe tegenspeler. Echt, was hij een toffe, toffe Jan? Mens, ja. Ja? Toffe mens, ja. Oh, was Jan leuk? Was Jan wel aardig? Ja, hij was leuk, ja. Ja. Wel snel, hè? Heel snel, heel snel. Ja. Razendsnel zelfs. Oh. Ja. En gevaarlijk voor doel. Hey. Heel gevaarlijk. Kijk. Ik denk dat misschien op die periode de gevaarlijkste en beste spits was in België. Ja. Dus Jan die scoorde wel eens tegen jullie, of niet? Meer dan één keer, denk ik. Meer dan één keer. Nou, hoe staan we met Toetje intussen? Ja, hij is nog bezig. Het begint. Ja, het begint echt vorm aan te nemen, jongens. Goed. Zeg even gedag tegen Jan Mulder. Dag Jan. Hopelijk kom ik je hier ooit eens tegen, dus wie hoopt. Ja, gewoon gaan eten hier. Bij Chef Privado. Dag Jan, de mazzel. Dag.